oké, ik heb gewoon het gevoel dat ik alleen maar met jou meega in dingen en dat ik helemaal niet zelf nadenk over wat ik wil. Dus dan maak je het maar gewoon uit zonder daar eerst over te praten? Ik maak het niet gewoon uit, Saar. Ik ben echt al heel lang aan het twijfelen. Maar zeg dat dan! Ja. Ja, Saar, je kan me zo aankijken, maar je bent ook niet de makkelijkste om mee te praten, hoor. Nee, echt, er is geen ruimte voor. Je vraagt er wel naar, maar eigenlijk is er nul aandacht voor het antwoord. Jezus! Liefje, sorry, oké? Natuurlijk maak ik plan omdat jij niks doet! Nee, omdat jij niet vraagt naar wat ik wil! Saar, daarom niet! Waarom staat er een houdbaarheidsdatum op een potje zout? Dat versta ik niet. Waaronder een... Mijn allereerste vriendin. Mm-hmm. Ja. Vind je dat niet stom? Nee, natuurlijk niet. Wie was jouw eerste vriendin ook alweer? Lily. Van de middelbare school. Nee, maar even serieus, Ann. Hoe is jij het meteen zo zeker? Hoe kon je er helemaal voor gaan? Maar ik wist het niet meteen zeker. Ik heb er ook gewoon de tijd voor genomen. En het is ook niet voor iedereen hetzelfde, hè? So I just thought I'd drop on by just to see what if there's something here for me. And now that I'm here, I'll tell you straight, it ain't half bad. It's a tapestry. All the places I've been still will go, but I won't be flying solo anymore. So never, you will never be safe for the love I.